Hallo Feyenoord Rotterdam fans. We hebben opwindend nieuws om met jullie te delen over de transfergeruchten die de ronde doen. Meld je nu aan om op de hoogte te blijven van alles wat er gebeurt in Feyenoord. Dus maak je klaar om op de hoogte te blijven van alles wat er gebeurt bij onze geliefde club. Bijlo kan in Manchester vier keer zoveel verdienen. Onlangs deden geruchten de ronde dat onze getalenteerde doelman Bijlo mogelijk op weg is naar Manchester United in Engeland. Volgens informatie van de Engelse krant zou hij een bruto inkomen van maximaal 6 tot 8 miljoen euro per jaar kunnen krijgen, dat is 4 keer meer dan zijn huidige salaris bij Feyenoord. Verbazingwekkend, is het niet. De afgelopen dagen zijn er op directieniveau contacten geweest tussen Feyenoord en Manchester United. Er is echter ook aangegeven dat er andere scenario's mogelijk zijn voor de rode duivels op de transfermarkt, waaronder het aantrekken van doelmannen als Kevin Trapp. We houden de bewegingen nauwlettend in de gaten en wachten op meer informatie. Wolfsburg probeert Marcus Holmgren-Pedersen uit Feyenoord te halen. Verdediger Marcus Holmgren-Pedersen, die naam heeft gemaakt bij VFL Wolfsburg, heeft de interesse gewekt van de Bundesliga-club. Zij zochten de afgelopen dagen toenadering om te proberen de Noors International weg te halen bij Feyenoord. Wolfsburg bereidt achter de schermen een voorstel voor om het contract van Pedersen te kopen tot medio 2026. Hij zou de strijd aan kunnen gaan met Riddle Baku of Kilian Fischer bij die wolven. Feyenoord kijkt naar Julia Araujo. Feyenoord overweegt de komst van de getalenteerde speler Julia Araujo, die bekendheid verwierf in het Amerikaanse voetbal. Araujo is een Mexicaanse rechtsback van de Amerikaanse afkomst, bekend om zijn veelzijdigheid, snelheid en technische vaardigheid. Met zijn amper 21 jaar en een marktwaarde van 3,5 miljoen euro paast hij perfect in het profiel van de beloftevolle jongeren die we zoeken om ons team te versterken. Zoals we weten, heeft Feyenoord een succesvolle geschiedenis in het contracteren van jonge spelers en hen ontwikkelen tot voetbalsterren. De club staat bekend om het geven van kansen aan opkomend talent en Julia Araujo zou zeker profiteren van die filosofie. Daarnaast zijn we op zoek naar versterking van onze rechtsback en de interesse in Araujo kan door deze behoefte worden gedreven. Goede fan van Feyenoord, wat vond je hiervan? Had je dit verwacht of niet? Geef daar je mening, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Blijf op de hoogte van het kanaal, want ik plaats altijd het laatste Feyenoord nieuws. Abonneer je zodat je niets mist. En dat was het laatste nieuws uit ons Feyenoord Rotterdam. Houd alle updates goed in de gaten en laten we hopen dat we binnenkort spannend nieuws hebben.